Lieve mensen Nederland, ik ben hier om verslag te doen van mijn 22e dag in het Hippocrates Health Center, waar ik een opleiding volg tot Health Educator. En met deze opleiding kan ik mensen leren hoe zij zichzelf kunnen genezen met behulp van planten, kruiden en sprouts. Vandaag was dokter Brian Clement voor het eerst weer op het centrum. Hij heeft een lange tour gemaakt door Europa en geeft daar overal lezingen. En ik zou het heel graag zien dat wij in Nederland een congres organiseren voor het ministerie van Volksgezondheid en voor de gezamenlijke ziektekostenverzekeraars, waarin zij gedurende een aantal dagen van dokter Brian Clement onderricht krijgen in hoe dit centrum omgaat met chronische ziektes. Want laten we wel zijn, de chronische ziektes kosten het meeste in Nederland. Met name de psychiatrische aandoeningen, die gaan vanaf het moment dat je ze krijgt vaak tot de dood toe door. En die medicijnen zijn erg duur, de begeleiding van dat soort patiënten is ook erg duur. En uiteindelijk kunnen we heel veel verbetering boeken als we op de levende voedingsstijl overschakelen. Dr. Brian Clement is hartstikke geleerd. En hij kan de dingen nog veel mooier en beter uitleggen dan ik. Vooral medisch ook en statistisch gezien ook. Het enige wat niet kan, dat komt door de plek waar dit centrum ligt, namelijk in Amerika. Wat niet kan, is dat hij zijn statistieken publiceert. Dat heeft hij wel eens eerder geprobeerd, maar toen zijn er allerlei rechtszaken tegen hem begonnen. Omdat de farmaceutische industrie is hier in Amerika zo schathemeltje rijk, dat wat hij ook zegt, al is het 100% integer, ze gooien gewoon een heleboel rechtszaken over hem heen. En dan verdringt hij als het ware in de rechtszaken. En dat zou te veel van zijn middelen en tijd ook kosten om al die aantijgingen te weerleggen. Dus hij heeft ervoor gekozen om wel onderzoek te doen. Hij heeft ook heel veel onderzoek hier liggen. En dat gebruikt hij allemaal, dat onderzoek, om zijn patiënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. En zoveel mogelijk te leren over waar bepaalde ziektes nou vandaan komen en hoe ze nou te verbeteren zijn. Nou, een van de dingen die ze ontdekt hebben, is dat er aan levende voeding een aantal elementen zitten die gewoon niet meer aan gekookt voedsel zitten. Dus alle Ayurvedische kookmethodes ten spijt, je kunt er niks anders van maken. Zodra je een voedsel kookt, zitten er geen hormonen meer aan, geen zuurstof zit er meer aan, geen fytotonen en geen enzymen. Verder, door het koken, vernietig je ook nog eens en deformeer je bijna alle vitamine en mineralen. Verder maakt ook dat het koken van voedsel de proteïne waar we dan allemaal zo dol op zijn, die we denken nodig te hebben, die proteïne van vlees en vis, worden allemaal gedeformeerd ook door het koken. En het vervelende is dat je daardoor allerlei halffabrikaten, eiwitten rond krijgt te zwerven in je lichaam, die ook weer allemaal opgeruimd moeten worden door het immuunsysteem. Wat het immuunsysteem belast. Want het immuunsysteem moet zich eigenlijk gewoon richten op het afvoeren van weefsels die afgebroken moeten worden. Het lichaam moet continu, heeft het een metabolisme waarbij weefsels worden opgebouwd en afgevoerd. Nou, het immuunsysteem is eigenlijk gewoon nodig om de rotzooi op te ruimen die gewoon ontstaat bij onze dagelijkse metabolische processen, zoals bijvoorbeeld ademhalen. Er komen ook afvalstoffen bij vrij, gewoon slapen, daar komen afvalstoffen bij vrij, spreken, daar komen afvalstoffen bij vrij. En daar is ons immuunsysteem eigenlijk voor nodig. En op het moment dat je dus fout eten in jezelf gooit, bijvoorbeeld vlees en vis, wat altijd heel erg verontreinigd is, vol met pesticiden zit, zware metalen, foute hormonen, dan belast je dat immuunsysteem enorm. Waardoor het eigenlijk niet aan de gewone metabolische processen toekomt. Maar los van die eiwitten waar we dan zo dol op zijn, als we die uit vlees en vis nemen, wat in principe bijna altijd gekookt is, dan schieten we daar eigenlijk weinig mee op vanwege de deformatie van deze proteïnen middels het koken of verhitten van dit soort producten.
Nou, belangrijk zijn die fytotonen. En die eten we niet om de fytotonen alleen, maar om hun hoge elektrische lading. Die hebben gewoon een hele hoge elektrische lading. Alles in het lichaam moet getransporteerd worden. En er wordt ook heel veel getransporteerd middels een elektromagnetisch circuit. En door het eten van die levende sprout krijgen we een heleboel fytotonen binnen. En die zorgen dat die elektrische charge van ons lichaam hoog is. Je kunt het eigenlijk zien als een batterij. Hoe beter die is opgeladen, hoe langer je ermee toe kunt. En met die biofototonen laad je eigenlijk op energetisch niveau je lichaam op. En er zit gewoon geen elektrische charge aan gekookt voedsel. Dus weer ja, alle mensen, wat mensen ook beweren, als je echt heel erg ziek bent, dan zien we gewoon hier in het centrum dat mensen die gekookt voedsel blijven eten niet kunnen genezen. Je bent al zo laag in energie, je bent al helemaal afgetakeld, je hebt al stadium 3-4 kanker, je bent al onder de psoriasis, of je hebt al hartstikke hoofdpijn, of je hebt al hoge bloed en cholesterol. Dat betekent dat er bepaalde elektromagnetische circuits in je lichaam lam liggen, plat liggen en niet meer functioneren. Nou, het enige wat je daaraan kan doen is het op de juiste manier bewegen, in beweging houden. Niet te veel zodat je jezelf uitholt, maar vooral ook niet te weinig. Omdat die pomp, die bloedpomp en die lymfepomp moeten blijven bewegen. Maar ook door gewoon hoge vibratie naar binnen te halen. En het kan niet genoeg gezegd worden, dat is echt een van de sleutels van genezen. Dus als ze dan in een ziekenhuis mensen voor kanker liggen en er wordt niet eens fruit meer geserveerd omdat er bezuinigd wordt en dat is afgeschaft. En verder is er alleen nog maar een bammetje met kaas en een warme maaltijd 's avonds. Ja, dan krijg je dus nul fytotonen binnen en die heb je echt nodig om de hele boel, het elektrische circuit, weer op gang te krijgen. Nou, verder, ja, natuurlijk ontzettend belangrijk zijn de enzymen, daar hebben we het al vaak over gehad. Die zijn ook uit het gekookte voedsel. Bij 40 graden Celsius zijn alle enzymen al dood. Ik weet dat dit soort dingen al vaker aan de orde zijn gekomen, maar de herhaling maakt dat mensen gewoon op een gegeven moment gaan begrijpen hoe belangrijk er is. Een belangrijke wetenschapper, dokter Howell, die zou niet mogen ontbreken in de medische opleiding van onze studenten. Hij heeft zijn hele leven gewijd aan de werking van enzymen. En het zijn echt grote tovenaars, de enzymen. Zij zijn degene die alles van links naar rechts transporteren. Zonder deze werkkrachten gebeurt er heel weinig in het lichaam. Vaak krijg ik ook mensen die zeggen, ja, maar ik eet gezond en ik neem superfood en ik doe dit en dat. Maar er komt maar geen verandering in. Nou, dat heeft er heel vaak mee te maken dat die mensen een leeggeroofde enzymedatabank hebben. En alleen door het eten van levende groenten en door het supplementeren van superfoods, spijsverteringsenzymen en systematische enzymen, hebben we op een gegeven moment de mogelijkheid om het hele lichaam weer aan de gang te krijgen, de spijsvertering weer aan de gang te krijgen. Al die circuits moeten aan de gang. En er mogen geen essentiële onderdelen, wat enzymen echt zijn, ontbreken om dat aan de gang te krijgen. En geloof mij, iedereen die geen 2 jaar borstvoeding heeft gehad en wel eens gekookt voedsel heeft gegeten, die komt enzymen tekort na zijn 30ste, 35ste jaar. En tegenwoordig zie ik ook al heel veel kinderen met vijver, chronische vermoeidheid, geen zin in dingen, ook al jonge leeftijd borstkanker. En dat betekent heel vaak dat ook dat soort mensen op jonge leeftijd nu al een enzymedeficiëntie hebben, omdat alle vrouwen te zwak, te ziek en te misselijk zijn om nog fatsoenlijk borstvoeding te geven. Want ook daarvoor heb je een goede elektrische charge nodig, fytotonen, en voldoende enzymen nodig om alles te laten bewegen. Nou, als de moeder dat al niet meer heeft en dat niet doorgeeft aan haar kinderen via de borstvoeding, dan beginnen heel veel kinderen al ontzettend, met een ontzettend tekort. Vind je het gek dat ze alleen nog maar
keel, neus en oorontsteking hebben, buisjes in de oren moeten, neusamandelen en keelamandelen moeten verwijderen en al vrij jonge leeftijd aan de penicilline gaan. Nou, een ander ontzettend belangrijk ding, mensen. Je kunt niet langer dan 7 minuten zonder zuurstof. Ja, misschien getrainde mensen iets langzamer, maar gemiddeld kan een mens niet langer dan 7 minuten zonder zuurstof. En die zuurstof is dus ontzettend belangrijk. Dus het is heel erg belangrijk dat je goed en diep leert ademen. Niet alleen maar hierbovenin, maar goed diep naar beneden. Helemaal naar de buik toe. Voel die buik rijzen en dalen als je ademhaalt. Maar daarnaast is het ook zo dat de levende voeding, de ongekookte sprout, die barsten van de zuurstof. Als je een sprout juice en hem opdrinkt, barst van de zuurstof. Dat is het voedsel wat het allerhoogste in zuurstof is. Nou, en dat heb je ook ontzettend nodig om te kunnen genezen. Het is je allereerste voedsel, zuurstof. En je tweede voedsel is water. Vaak kijken we naar die twee niet als zijnde voedsel. Maar het is heel erg belangrijk dat je beide binnenkrijgt. Dus voldoende schoon bronwater drinken. Niet zomaar uit de kraan drinken. Het Amsterdams leidingwater is beslist niet goed genoeg om op te kunnen genezen. Bronwater en levende voeding, zodat je ook via de voeding continu zuurstof in het bloed krijgt. Omdat het bloed, zuurstof is het transporter in het bloed. En die hebben we nodig om alle voedingen naar de weefsels te brengen en alle afvalstoffen weer af te voeren. Nou, de laatste in het rijtje zijn de hormonen. Hormonen zijn hele ingewikkelde, complexe structuren. Dat zijn niet zomaar eiwitten en die kun je ook niet zomaar chemisch namaken, wat de farmaceutische industrie ook zegt. Heel belangrijk is het eigenlijk dat mocht je echt vermoeden van ik heb een structureel ernstig hormonentekort, dan kun je hier in Hippocrates een hormonentest laten doen. En dan zoeken ze precies uit welke je tekort komt. En wat je tekort komt, krijg je dan met bio-identical hormonen toegediend. En die worden speciaal voor jou individueel gemaakt. Goede bio-hormonenbehandelaars, die maken hun product speciaal voor hun patiënt alleen. En die begeleiden hun patiënt ook goed. En het is altijd ook maar voor beperkte duur. Het is niet zo van hier heb je hormoon en nou ga je de rest van je leven erop. Nee, op het moment als het weer aan de gang is gebracht, dan zou het hormoon weer afgebouwd moeten worden. Of in ieder geval overgeschakeld moeten worden op een ander hormoon, wat dan op dat moment het meeste nodig is. Nou, we hebben het, misschien kunt u het helpen te onthouden, hij noemt dat de hoop. De H-O-P-E, hoop. H staat voor hormonen, O voor oxygen, zuurstof, P voor fytotonen en E voor enzymen. Nou, even terug over die fytotonen. Weet u dat de elektrische charge van gekookt voedsel is nog maar 10 hertz? Terwijl van levend, vibrerend voedsel, wat net geplukt is, en met name sprouts kun je net plukken, die groeien nog in je mond, is het 80 hertz. Nou, iets wat 80 hertz aan elektrische lading geeft, kun je natuurlijk niet vergelijken met iets van 10 hertz. Dus daar ga je heen. Er zit niks anders op om, als je echt serieus je gezondheid boven de tafel wil trekken, om terug te keren naar moeder aarde en te eten wat zij zo vrijgeeft aan je. En dan de proteïne. Proteïne zijn nodig. Zij maken de structuur van je hele systeem. En daarom zijn proteïne belangrijk. En in Nederland is gewoon onder leiding van de marketing, van de melkindustrie, de voedselindustrie en de farmaceutische industrie een enorme hetze ontstaan dat die proteïne nodig zou zijn uit vlees en vis. En dat is dus echt klinkklare onzin. Zoals ik al zeg, je krijgt ontzettend veel troep binnen als je vlees en vis eet. Het immuunsysteem mag zich daar niet mee bezighouden, want het moet zich bezighouden met genezen.